Recentelijk vierde zangeres Ria Valk een dubbel feest, haar 83ste verjaardag en haar 65-jarig jubileum als artieste. Party vroeg haar wat ze als een mooiere prestatie beschouwt, 83 worden of 65 jaar in het vak zitten. Ik vind het heel goed van mezelf dat ik de 83 heb gehaald, antwoordde ze. Want mijn ouders zijn respectievelijk 65 en 72 jaar oud geworden, legde ze uit. De 65 jaar dat ik zangeres ben, is gewoon omgevlogen. Ria herinnert zich hoe ze begon met een gitaar om haar nek als imitator van Elvis Presley. Daarna werd ik steeds vaker geboekt. Eerlijk gezegd dacht ik dat het na een paar jaar voorbij zou zijn, maar dat bleek niet het geval te zijn, besloot de zangeres.